Ja, Danny, gefeliciteerd met de overwinning op ADO Den Haag. Wat vond je van ADO? Nou, ik vond in het begin dat ze de wedstrijd wel een beetje onder controle hadden. De eerste paar minuten waren we een klein beetje zoeken. Ik denk dat we het later wel weer oppakten. En ik vond dat wij voorin eigenlijk iets nauwkeuriger met de kans om moesten gaan. En, ja, waardoor we misschien wat verder konden uitlopen. Alleen dat gebeurde niet. En dan scoren we wel gelukkig de 1-0. Het was wel een opluchting. Maar dan komt snel de 1-1 en ik denk dat we het daarna wel goed op hebben gepakt en door zijn blijven knokken. En uiteindelijk is dat tot een 2-1 overwinning uitgekomen. ADO is op zoek naar verse krachten. Ik sprak net de trainer en die wil je er graag bij hebben. En jij, wat wil jij? Ik weet nog niet wat ik wil. En, ik ben nu bij VVV en ik wil VVV in de Eredivisie houden. Dus dat is wat ik op dit moment wil. En, verder ben ik er nog niet over uit wat ik wil. En ik ga aan het einde van het seizoen alles evalueren. Ben je gecharmeerd van de belangstelling van ADO Den Haag? Ja, tuurlijk. Het is altijd mooi als je door een mooie club in de belangstelling staat. En tuurlijk is dat zo. Alleen op dit moment probeer ik me op VVV te richten en die in de Eredivisie te houden. En we moeten altijd maar afwachten hoe het einde van het seizoen gaat lopen. En dat moet ik aan het einde van het seizoen zien. Waar gaat het om? Gaat het om een soort contract dat je kan krijgen? Of wil je in de Eredivisie spelen? Wat is voor jou belangrijk? Nou ja, het is voor mij sowieso belangrijk om in de Eredivisie te spelen. En, dat staat sowieso op 1. En verder, dat zeg ik, daar ga ik het einde van het seizoen over nadenken. Daar ben ik nu niet mee bezig. Het middenveld van ADO stond heel lang bekend om toch wel erg goed. Dat was vorig jaar vooral. Zie je het voor je, dat middenveld van ADO volgend jaar? Nou ja, zoals ik altijd zeg, ik ben daar nog niet veel mee bezig. Dus daar heb ik nog niet over nagedacht. En, dat is eigenlijk wat ik erover wil zeggen.